Universiteit van Nederland. Er zijn ook mensen die zonder verstandskiezen geboren worden. Ze hebben niet echt een functie meer. Ze zijn waarschijnlijk op weg naar het langzaam helemaal verdwijnen. Wij mensen hebben steeds minder tanden in onze mond. Vooral minder verstandskiezen. In sommige onderzoeken zien we dat tot wel 20% één of meerdere van de verstandskiezen eigenlijk er helemaal niet zijn. En dus ook niet doorkomen. Dat is omdat wij als mensen steeds verder evolueren. Heeft iets geen functie meer, dan kan het langzaam verdwijnen. Een soort restant van onze voorouders. En daar zijn er meer van. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een spiertje dat we hebben zitten in de arm. Het krijgen van kippenvel. En dat sommige mensen hun oren nog kunnen bewegen. Jij wil vast testen hoe dat bij jou zit met die restanten van je voorouders. En als je zou willen weten of dat je hem wel of niet hebt, kan je je pink. En hoe je dat test, vertellen we je zo. Dit is Janelle Brouwmuller van de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt dit soort evolutionaire veranderingen bij mensen en dieren. En dat doet hij door te kijken naar hun fossielen. Al die verschillende dieren op een bepaalde plek, alle fossielen, alle tanden, dat zijn allemaal puzzelstukjes voor mij en die geven mij informatie over alles wat er in die omgeving aanwezig was en dus hoe die omgeving eruit gezien heeft. Om te begrijpen hoe je dat bij elkaar puzzelt, gaan we langs bij een van de grootste collecties fossielen in Nederland, bij Naturalis, waar kasten vol botten en tanden liggen en waar we meer te weten komen over de lange evolutie van onze verstandskies. Vroeger, voor de tandarts en voor het tandenpoetsen, ging het slijten van de kiezen ging veel sneller. Dus het voedsel werd nog niet zacht gemaakt door het te koken in water of door het te bakken in een pan. Mensen kauwden ook nog op veel harder soort voedsel. Dus denk aan wortels van planten die je uit de grond haalde. Of misschien zelfs wel ongekookte bladeren. Dus dan ging het slijten van die kiezen ook harder. En dan was het toch wel fijn als je rond je 20ste een derde kies erbij kreeg om je voedsel mee te kunnen kauwen. En hopelijk daarmee ietsje langer leven. Door onze kookskills, onze tandenborstel en elke avond flossen, ja toch, is de verstandskies een soort evolutionair overblijfsel geworden. Bij de meeste mensen is die tegenwoordig eerder een last dan een hulp. Die derde verstandskies die neemt natuurlijk ook ruimte in beslag. Hè? Die heeft ruimte nodig om door te komen. Maar wat we zien bij heel veel mensen is dat die verstandskies die ruimte eigenlijk helemaal niet meer heeft. Dus dan of komt hij niet helemaal door en dan duwt hij tegen de andere kiezen aan en dan gaan die scheef staan. Kun je allemaal vervelende dingen van krijgen als ontstekingen. En dan wordt hij vaak getrokken. En dat is iets wat waarschijnlijk niemand gaat missen. Dat die ruimte steeds minder wordt, dat heeft te maken met onze kaak die steeds kleiner wordt. De loop van de evolutie van aap naar mens is de hersenpan in omvang toegenomen. En is de kaak eigenlijk alleen maar kleiner geworden. En dat komt omdat de mens die heeft natuurlijk heel veel ruimte nodig hierboven voor de hersenen. En naarmate die hersenpan groeit, neemt de lengte van de kaak die neemt af. En dat lijkt een soort wisselwerking te zijn. Als je het ene groter wil hebben, dan moet het andere moet wat kleiner zijn. En dat noemen we een trade-off. Dat zou ook kunnen komen omdat naarmate de hersenpan groeit, er minder ruimte is voor de spieren die je gebruikt om te kauwen. Dus wij bijten helemaal niet meer zo hard als dat onze voorouders deden. Ja, en als je geen grote spieren hebt, waarom zou je dan ook een grote kaak hebben? Dus er zijn een heleboel dingen die met elkaar in interactie staan, die als gevolg hebben gehad kleinere kaak en dus minder ruimte voor die verstandskies. Misschien weet je toevallig al van jezelf dat je bij die 20% hoort die bij geboorte één of meerdere verstandskiezen misten. En als dat zo is, dan ben jij dus al doorgeëvolueerd. Maar uiteindelijk ontkomt niemand aan evolutie. En zo is er nog een overblijfsel. Makkelijk bij jezelf te checken, die spier in je onderarm. Waar onze voorouders goed mee konden hangen aan takken. En sommige mensen die hebben die spier wel, andere mensen hebben die spier niet. En als je zou willen weten of dat je hem wel of niet hebt, kan je je pink naar je duim brengen en dan je pols naar voren bewegen. En dan zie je hier dus op je onderarm zie je een streepje en die kun je ook voelen. En in mijn geval zit daar dus een peesje en die zit dus vast aan die spier. Maar er zijn ook een heleboel mensen die hebben die helemaal niet. Een schatting is dat ongeveer 16% van de mensen die spier helemaal niet meer heeft. En dat andere mensen die hebben hem dan vaak verbonden aan één peesje. Maar het kan zelfs ook zijn dat je hem nog verbonden hebt aan twee peesjes. En dan zie je dus ook twee van die streepjes hier zitten. En betekent dat dan ook dat je sterker bent bijvoorbeeld? Of? Nee, er is wel wat onderzoek gedaan waaruit zou kunnen blijken dat je ietsje beter bent in knijpen. Betekent dat ook dat hij in de toekomst helemaal gaat verdwijnen? Dat misschien niemand hem meer heeft? Dat zou goed kunnen. Vaak zie je wel in de evolutie dat bijvoorbeeld organen, spieren of andere stukken van het lichaam die niet meer gebruikt worden, dat die langzaamaan verdwijnen. Dus het zou goed kunnen dat over 10.000 jaar dat bijna niemand die spier meer heeft. Oké, volgende overblijfsel op de evolutionaire checklist.
Heb jij nog een spier in je oor waarmee je hem omhoog en omlaag kunt bewegen? Die spier was er oorspronkelijk zodat we onze oren konden spitsen. Dat ken je vast wel van een huisdier, van een kat of een hond die een geluidje hoort. En dan gaan die oren gaan van links naar rechts. Dat konden onze voorouders ook, de oren spitsen. Tegenwoordig hoeven wij dat eigenlijk niet meer te doen om van verschillende kanten te horen waar het gevaar vandaan komt. Maar toch zijn er nog mensen die met dat spiertje hier hun oren kunnen bewegen. Die kunnen echt nog, hun oren spitsen niet meer. Het spiertje probeert aan het oor te trekken, maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel meer behalve dat het oor een klein beetje op en neer gaat. En dan is er nog een overblijfsel dat iedereen heeft. Kippenvel. Dat had vroeger een hele belangrijke functie voor mensapen en dat heeft het nu nog steeds voor andere dieren. Dan zetten ze hun vacht uit, dan gaan de haren die gaan wat meer uit elkaar staan en die houden dan warme lucht vast en dan heb je het toch ietsje minder koud. Als jij het koud hebt en je ziet kippenvel, dan probeert jouw lichaam dus eigenlijk hetzelfde te doen. Je probeert die haren uit elkaar te zetten om meer warme lucht vast te houden, maar ja, die vacht die is al lang verdwenen. Dus de haren die je hebt op je arm, die zijn veel te klein om warme lucht vast te houden. Dus helaas doet je kippenvel eigenlijk niet zo heel veel meer. En hoe zit dat dan als ik kippenvel krijg bij mooie muziek bijvoorbeeld? Ja, dat is wel heel bijzonder, hè, eigenlijk. En het heeft ermee te maken dat het lichaam soms bij veranderingen in muziek dat eigenlijk aanvoelt als een soort dreiging, als een soort gevaar. En de reactie van de hersenen bij die dreiging is om vervolgens adrenaline aan te maken. En die adrenaline die zorgt ervoor dat je dus die kippenvelreactie krijgt, dat je haren uiteen gaan staan. En niet alleen wij mensen hebben dit soort gekke, zinloze, evolutionaire overblijfsels. Dieren hebben ze ook. Chanel neemt ons verder mee door Naturalis. Wat is dit voor dier? Op jacht naar het skelet. Dit is een walvis. Van een walvis. Die walvis die stamt af van dieren die ooit op het land hebben geleefd. En die hadden 2 voorpoten en 2 achterpoten. En daarom heeft hij dus nog 2 hele kleine stukjes bot zitten waar ooit zijn heupen zaten en dus benen. Heupbotjes die hij helemaal niet meer nodig heeft. Omdat walvissen afstammen van dieren die op het land leefden, ziet hun ruggengraat er ook anders uit dan die van vissen. En daardoor zwemmen ze ook anders. Die zwemmen op en neer. Dus dan kun je een beetje denken aan iemand die de dance move the worm doet. Dus eerst met je kop omhoog en dan volgt je lijf vanzelf. Dat op en neer bewegen, dat kunnen ze heel goed. Maar niet zo goed van links naar rechts met hun rug. Dus daarom zie je dat walvissen en andere zeezoogdieren met hun staart op en neer gaan. Waar vissen en haaien juist met hun staart van links naar rechts gaan. Zo'n overblijfsel is niet alleen een leuk feitje voor bij een borrel. Ze vertellen Janel ook iets over de omgeving waarin het dier of mensen ooit leefde. Je zou het kunnen zien als puzzelstukjes die je verzamelt. Dus allemaal puzzelstukjes die je een beeld geven van een groter plaatje. Dat grotere plaatje is dus een puzzel die Janel probeert te leggen. En daarmee krijgt hij een beeld van hoe de leefomgeving van die fossielen er vroeger uitzag. Hij kijkt daarvoor naar botten of stukken tand. En met die botten kunnen we skeletten maken. Met die tanden kunnen we kijken naar wat ze eten. En de skeletten geven ons bijvoorbeeld een idee over hoe ze bewogen. En al die stukjes die geven mij wat informatie over in wat voor omgeving ze goed zouden gedijen. Dus alle tanden, ook verstandskiezen, vormen heel belangrijke puzzelstukken. Zo verraden tanden veel over wat een dier at en dus ook hoe die omgeving eruit zag. Nou, we kunnen aan de kiezen van die dieren bijvoorbeeld al zien dat ze een planteneter zijn. Dat onderscheid is niet heel moeilijk te maken of ze planten eten of vlees eten. De kiezen van die vleeseters die zijn vaak dun, puntig en die scheren net langs elkaar, zodat ze dus goed vlees af kunnen knippen. En de kiezen van die planteneters die hebben meer grote maalvlakken, zodat ze over elkaar heen de planten of de bladeren of de takjes of wat ze ook eten, dat ze die goed kunnen vermalen. Als ze een planteneter zijn, geven die kiezen een heel goed idee over wat voor soorten planten ze aten. Bijvoorbeeld als het een planteneter is die graag koud op gras. Gras dat schuurt heel erg, dat schuurt de tanden heel erg. Dan zal die tand heel hoog worden. Zodat hij dus meer oppervlakte heeft om langzaam te kunnen afslijten. Als je een hele kleine kies hebt en jij koudt op gras, dan ben je zo je kies kwijt. Dat komt omdat in gras zitten kleine deeltjes, phytolieten. En die zijn gemaakt van silica, dus een soort van glas. Nou, dan gaan we nog even scherp stellen. Janel legt een stukje gras onder de microscoop om het te laten zien. En een stukje inzoomen. Aan de rand van het blad zitten dus van die kleine zaagtandjes. Die zijn doorzichtig en die zorgen er dus voor dat het gras scherp is en dus niet lekker in je mond zit. En dat het heel erg lastig is om op te kauwen en zo snel die kiezen slijt. Onze tanden zijn dus niet gemaakt om glas of gras.
te eten. Als jij nu zou overstappen op een dieet van gras... Nou, dan ben ik bang dat je in een paar maanden geen kiezen meer over hebt om mee te kauwen. En dan zul je vanaf dan alles in de blender moeten stoppen en er een shake van moeten maken. Oké, dus een hoge kies vertelt Janelle dat het dier waarschijnlijk van gras hield. Maar leg je daar nog een ander puzzelstuk bij, dan weet je ook waar die dat gras at. Samen bijvoorbeeld met de botten van het dier, als ik kan zien dat het dier goed zou kunnen rennen. De zebra bijvoorbeeld, die heeft best wel lange poten. En daaronder zit maar één hoef. En die ene hoef die zorgt er ook voor dat hij wat minder contact heeft met de grond. Dus makkelijker bij het rennen. Groot schouderblad waarmee hij goed kan bewegen. Dus dit geeft voor mij echt aan dat dit dier, die kon zeker wel rennen. Maar dat geeft mij dus bijvoorbeeld een idee dat dit dier, die at gras, heeft hoge kiezen. Maar het kon ook goed rennen. Een dier in het bos rennen, dan loop je al snel tegen een boom aan. In het bos verwacht je dieren die wendbaar zijn in plaats van alleen maar snel. Dus deze zebra woonde niet in een bosrijke omgeving. Het leefde in een warm klimaat, dus dan leefde het waarschijnlijk op een savanne. Vindt Janelle vervolgens op diezelfde plek zebrafossielen met veel kortere tanden, dan zou dat kunnen wijzen op een evolutionaire aanpassing van het dier. En dus ook dat het landschap waarin zij leefde veranderd is. Wat er uitsterft of wat er nieuw bij komt, of wat voor nieuwe aanpassingen ze krijgen, of dat hun kiezen groeien, of dat hun ledematen langer worden. Dat heeft eigenlijk altijd iets te maken met een omgeving die aan het veranderen is. Janelle heeft dit soort puzzelstukken van over de hele wereld en uit verschillende tijden. En als je al die puzzelstukken, al die data, met elkaar combineert, dan weet je heel veel over hoe dingen in de tijd veranderen qua landschappen en dieren. En omdat er steeds meer rekenkracht is om die data goed te analyseren, is Janelle de evolutietheorie opnieuw aan het nalopen. Want ja, stamt de mens echt af van de mensaap uit Afrika? Er zijn ook mensapen die uit Afrika naar Europa toen zijn gegaan. En dan wordt het dus de grote vraag. De mensaap die echt de voorouder is van de mens, zat die in Afrika en bleef die in Afrika? Of was dat toevallig een van die reizigers die even naar Europa is geweest en misschien daarna wel weer is teruggekomen naar Afrika? Stel dat een van die Europese mensapen onze voorouder is, zou die überhaupt die reis kunnen maken? Waren daar wel bossen aanwezig met voldoende blaadjes en fruit om te kunnen eten? Of had hij grassen moeten eten en had hij zulke kiezen nodig gehad? Moet je toch weer naar die verstandskiezen kijken. En zo kan een verstandskies mogelijk de grootste evolutionaire mysteries oplossen. Dus het zijn toch maar mooie puzzelstukken. Voor zolang we ze nog hebben dan. Lange tijd op je eten kunnen kauwen kun je toch wel. Dus je overlevingskans hangt er niet meer echt vanaf. We hebben hem niet per se meer nodig. Als je goed je tanden poetst en af en toe naar de tandarts gaat. Bedankt voor je advies, Janelle. En jij bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende. Hoi, ik ben Nellestie van de Universiteit van Nederland. Jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. We willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. En jij kan ons helpen door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf weer. Tot de volgende!